Wat betreft het vuurwerk, ja, het is elk jaar eigenlijk weer hetzelfde. Zodra het verkocht mag worden, wordt het afgestoken. Wat veel mensen niet weten, is eigenlijk dat het verboden is om vuurwerk voor de 31ste af te steken. Dus de 31ste en 1 januari is het toegestaan om vuurwerk af te steken. De dagen ervoor en de dagen erna niet. Het is namelijk voor een hond, het gehoor van een hond is 4 keer beter dan dat van een mens. Zijn het gigantische klappen. En een hond is nou eenmaal heel snel bang. Natuurlijk heb je ook honden die er niet bang voor zijn. Maar een hond wordt heel gauw bang voor vuurwerk. Ja, wat kunnen de eigenaar, want dit gaat door, gaat gebeuren. Wat kunnen die eigenaar van de honden doen met deze honden? Er is een Facebook-site, Pet Alert Bonaire. Word er nu alvast lid van. Want direct als er wat gebeurt met je hond, ben je misschien te laat of dan lukt het niet direct. Word er nu alvast lid van. Ten tweede, zorg dat je hond een halsband om heeft met zijn naam, tenminste met zijn telefoonnummer in ieder geval, of een tag, waar het telefoonnummer op staat van het baasje. Dat indien de hond wegloopt, dat misschien iemand anders de hond vindt en dan weet in ieder geval het baasje kan waar die is. Dat is belangrijk. En voor de rest zorg dat de buitenhonden, die niet naar binnen mogen, zorg dat de omheining helemaal goed is, dat ze niet weg kunnen. Want honden, als ze bang zijn, die kunnen over hele hoge muren heen springen of graven. Die doen hele gekke dingen, maar dat is logisch, beestjes zijn bang. Maar zorg dat je een veilige plek hebt buiten waar de hond waar de hond kan schuilen. Vroeger was er, kon je vooral voor die 31, tussen oud en nieuw, heb je veel van die klappen. Is er een medicijn om die handen even laten slapen of zoiets? Ja, nogmaals, ten eerste, het is verboden. Er is geen medicijn. Kijk, er zijn natuurlijk dingen waar een hond suf van wordt. En dan denken de mensen dat een hond dan minder bang is. Maar het probleem is, als een hond suf wordt, het kopje van de hond die werkt nog steeds goed. Dus eigenlijk wordt de hond banger, maar alleen hij kan niet vluchten. Heb je nou een hond die extreem bang is, waarvan je het weet dat hij extreem bang is, ja, ga dan naar de dierenarts. En die hebben middelen die wel goed zijn voor honden, of goed tussen haakjes, wat wel helpt. Maar voor de rest probeer, als je hond binnen is, laat de hond gewoon zijn gang gaan. Komt de hond naar je toe, laat hem lekker naar je toe komen. Doe eventueel een dekentje over zijn kop heen, dat hij wat minder geluid hoort en wat minder lichtflitsen heeft. Doe de gordijnen dicht. Je mag de hond best wel aanhalen, maar ga hem niet bemoederen. Want als je hem bemoedert, bij elk knalletje dat je hoort en je zegt, oh schatje, het is goed, dan ben je eigenlijk voor de hond min of meer aan het bevestigen dat die knal toch wel eng is. En dat moet je niet doen. Maar een hond een keertje aanhalen en een keer een knuffel geven, dat mag allemaal. Oké, ik geef je toch de kans om nog een keer misschien mensen uit te nodigen om lid te worden van de Pet Alert. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk om daar lid van te worden. Het is een vermissingssite voor huisdieren. Stel voor, kijk, het meest belangrijke is wat mensen ook vergeten. Maak nu alvast een goede foto van je hond. Wat veel mensen doen, als de hondje weglopen, dan krijg je een foto van een puppy te zien, terwijl de hond al 2 jaar oud is. Dan herken je hem ook niet meer. Dus maak ten eerste een foto van je hond, word lid van Pet Alert. Loopt de hond weg, meld hem daarop. En vermeld ook bij de vermissing welke buurt het is en waar je te bereiken bent. Zodat iedereen eigenlijk kan zeggen, oh dat is in mijn buurt, ik ga ook kijken of ik die hond kan vinden. En dan gaat het meestal vrij snel, dus ja, dan is er altijd nog een beetje hoop.